Nou, dankjewel dat u dat geaccepteerd en allereerst graag hoe vond u dit theaterstuk? Ik vind het een smakelijk theaterstuk. Wat een beetje een mix is tussen een serieus verhaal en heel veel mogelijkheden om de lachspieren te laten gaan. Het appelleert aan iets wat denk ik heel veel mogen in de vreemde al lang vergeten zijn. Het appelleert aan het dorp, het appelleert aan saamhorigheid. Het appelleert ook aan, aan beeldvorming. Maar het appelleert ook aan een volksdeel in Marokko wat langere tijd is genegeerd. Wat gebombardeerd werd met op de radio nieuwsuitzendingen over Bush en Reagan en Libië in het Midden-Oosten, maar nooit het nieuws dat de mensen zelf aanzien. Daar zijn ze boos over. Elke een taal die niet van hen is. En ik denk dat dat een uiting van een verontwaardiging in een theaterstuk, wat werkelijk ook een verontwaardiging is van heel veel Marokkanen uit de lief, die zich heel lang miskend hebben gevoeld. Ik ben heel zelf als kind grootgebracht in een atmosfeer van een bevolking die miskend was. Dus voor mij was dat een moment van herkennen. Ja, dat is natuurlijk wel ja, u bent hier als je met een brug gaat dan al op de dans. En ik bedoel, daar krijgt de studie natuurlijk de theater, de kunst of de alchemist. Is dat ook plaatsvindt? Nou, de theatervoorstellingen in Temmezicht zijn er niet zoveel. Volgens mij is dit nu de tweede keer in een heel reeks van jaren dat er nu een theatervoorstelling is. Dus, ik ben wel vaak aanwezig bij het filmfestival, Marokkaanse filmfestival, dat dit jaar helaas om wat technische redenen met financiën niet doorgaat. En ik hoop dat het volgend jaar wel weer terugkomt. Daar ben ik wel jaren achtereen wel geweest. Dat doe ik zelf één als consument, maar ik doe dat ook graag ook om mensen aan te moedigen die één dat organiseren, maar ook om de kunstenaars aan te moedigen. Vanavond was voor mij bijna onmogelijk om hier naartoe te komen, toch heb ik een deel van mijn agenda moeten opscholen om hier te komen. Dat doe ik om de kunstenaars te eren, de spelers te eren, maar ook om de organisatie aan te moedigen, omdat ik het ook wel belangrijk vind. En ik ga natuurlijk ook naar andere voorstellingen in Rotterdam. Ik ben een frequent bezoeker van het Rotterdam Philharmonisch. Ik ben frequent bezoeker van een poëziefestival. Ik hou van poëzie, Arabische poëzie, Nederlandse poëzie, Engelstalige poëzie. Binnen de mogelijkheden die mijn agenda te bieden heeft, probeer ik wel iets van taal te weten. Dus kunst, ja. Doet dat zelf als consument? Ja. Gaat het daar zo vaak mogelijk? Derde kunst is overal Marokkaanse kunst op het algemeen. Is dat ja. Als u als burgerbouw mag vragen, zijn er mogelijkheden van de gemeente om deze toch wel prima kunstvorm te kunnen ondersteunen? Ja, nou kijk, wij doen ons best om diversiteit, een palet aan kunstuitingen in Rotterdam mogelijk te maken. Zo'n zaal vanavond wordt beschikbaar gesteld uit mijn theater. Dus bij uitstek geschikt voor dit soort voorstellingen. Alhoewel dit theater de komende jaren gesloopt gaat worden. Nou, dan moet iets moois voor terug in de plaats komen. Het is niet zo dat er niets meer terugkomt. Het hele gebied hier zal voor heel veel geld worden herontwikkeld. Wat een mooi stukje Rotterdam. En er komt ook op tijd van cultuur iets voor terug. Een combinatie van theater en bibliotheek. Dat wordt echt iets moois. U kent het plan niet, ik wel. Maar morgen gaan we het contract tekenen. Dat gebeurt hier ook in dit gebouw zelf. Nogmaals, we proberen klein en groot te ondersteunen. En van de grote dingen die we ondersteunen is de Rotterdam Philharmonisch. Maar heel veel podiumkunstuitingen in de stad die we ook voor een klein beetje geld ondersteunen. En daartussen zit er weer heel veel andere initiatieven. Ja, natuurlijk. Ja, we besteden 70 miljoen euro als stad per jaar aan cultuur. Dat is waanzinnig. En daar is ook nog een klein stukje voor de muziekkunst op. Iedereen die goede ideeën heeft, goede plannen heeft, kan zich of
kan meedoen in de vierjaarlijkse kunstnota-periode. En als er daar niet in meedoet, sommige initiatieven zijn gewoon te klein om daarin mee te doen, houden wij nog altijd een potje geld over voor podiumkunsten om op die manier toch nog een kleine initiatieven te kunnen blijven steunen. Ondernemend zijn. Goed idee. Ja. Maar nogmaals, er zijn altijd financiële beperkingen. Het geld gelukkig niet tot in de hemel. Maar we proberen, doen ons best om heel veel initiatieven te ondersteunen. Ik heb tegen de mensen die samen met u betrokken zijn bij de organisatie gezegd dat ze vooral tijdig een uitnodiging moeten sturen. Ik moet even checken of 18 januari in mijn agenda past. Ja. Mocht dat enigszins kunnen, dan ben ik heel graag van de partij. Dan zien we dan heel graag terug. Allerlaatste woord, voordat ik u dit boek mag overhandigen van de schrijver Mohamed El Abdouni. Je hebt een heel mooi boekje over Abdel Karim en de Refijnse Republiek. Dat ontvang u namens Mohamed El Abdouni. Dank u zeer. Jazeker, ik ken de geschiedenis enigszins van Karim El-Ghatabi. Een goede kennis van mij, die Nederlandse journaliste, die woont in Husima. En die heeft mij recent een van haar boeken die ze geschreven heeft over Karim El-Ghatabi en de Republiek. En die verdient ook ongelooflijk veel respect voor de research wat ze gedaan heeft voor dat boek. Ja, dat geeft onderdelen toch nieuwe inzichten die denk ik voor heel veel nieuwe generatie Marokkanen in Nederland, Rifijnen in Nederland, die geïnteresseerd zijn in de roots van hun ouders en de geschiedenis van het gebied. Een fantastisch inzicht in de ontwikkeling in dat gebied en de rol, de historische rol van Abdelkarim El-Ghatabi. Ik ben daarvoor erg dankbaar. Dank u wel. Twee laatste.